Twee internationals van Aruba gebroedelijk naast elkaar. Raymond Baat, om bij jou te beginnen. Jij bent de lachende derde, want jouw ploeg wint vandaag. Ja, mooie overwinning voor ons. Natuurlijk blij. En we hadden het nodig na twee gelijke spelen. Dus ja, vandaag lach ik inderdaad. Hoe teleurgesteld is de verliezer? Vergeten en doorgaan. Dus volgende week weer een andere wedstrijd. Het klinkt simpeler dan het is, want je verliest wel een derby. Zo simpel is het. Je verliest hem, je kan niks meer aan doen. We hebben als team gefaald vandaag, dus van leren, volgende week weer een nieuwe wedstrijd. Was het zo makkelijk als het eruit zag? Nou ja, je zag dat in de beginfase scherp waren. Dan wordt er op bepaalde momenten bepaald. Wij scoren dan die 1-0. Ja, dan ga je wel wat makkelijker voetballen. En je ziet in de tweede helft krijgen we nog in de beginfase wat halve kansen, misschien één grote kans. Als ze die maken, zitten ze weer in de wedstrijd. En dan zie je dat wij snel daarna die 2-0 maken. En dan is eigenlijk de wedstrijd gespeeld. En zag je bij hun, zeg maar, eigenlijk alles weggaan. En konden wij de controle pakken. Die 2-0 nog even, die kwam volgens de speaker op jouw naam. Maar wat is de waarheid? Ik ging vol voor de bal. Kom maar. Wat daarna gebeurde, ik heb geen idee. Maar ik voelde iets lichtelijk, maar ik weet het niet 100% zeker. Weet jij het wel? Ja, maar kijk de beelden maar na. Wel opvallend, net in een kopduel tussen jullie. Nee, dat is niet waar. Nou ja, jullie waren allebei in de buurt van de bal, laat ik het zo zeggen. Dat wel, maar ik had de nummer drie volgens mij. Baten loopt goed vrij. Die wordt vrijgelaten door een speler van ons en die komt voor mij. Hij raakte hem niet en volgens mij kwam hij tegen mijn achterhoofd aan en toen ging hij erin. Ja. Raymond, hoe vieren jullie met Aruba doorgaans overwinningen? Ja, dat is niet te beschrijven. Dat is loco loco heet dat. Heb je daar een indruk van? Ja, dat is gewoon veel emotie. Dat is gewoon, daar moet je bij zijn. Ik wil je van harte een keertje uitnodigen. Ik denk dat je je ticket zelf moet betalen, maar je komt het meemaken zou ik zeggen. Jij neemt dat niet mee naar Quick Boys? Ik ben van mezelf een beetje wat rustiger, zeg maar als ik met die jongens ben, dan ja, dat is een en al warmte, genieten. Het is gewoon een heerlijk gevoel, echt waar. Intens genieten. Wat kan jij er nog aan toevoegen? Een overwinning op Aruba. Dus feesten, dansen, feesten, zingen, alles komt erbij kijken. Staan ze daar in Lisse ook een beetje voor open? Ja, zeker. Ja. Moet wel gewonnen worden. Ja, dit is een heel andere situatie. Hoe gaan jullie nou terug? Is het een stille busreis? Vandaag zijn we met eigen vervoer, dus die stille busreis die slaan we over. Maar deze hebben we gevoeld. Maar wat ik al zei, vergeten, volgende week nieuwe wedstrijd. Zullen we maar afsluiten met een typisch Arubaanse manier van elkaar feliciteren of gedag zeggen? Hoe ziet dat eruit? Brasa.